Dit is het verhaal van de kleine koning Izar. Het kind dat op een nacht een wonderlijke ster zag en op reis ging. Op zoek naar de koning van de wereld. Op zoek naar een vriend. Ik zie Asinus. Veel te veel mensen. En niemand wil opzij. Hé joh, doe niet zo. Nou ja, hier vandaan kan ik toch niks horen. Maar ik had zo graag Jezus willen zien. Eventjes maar. Kom Asinus, we gaan een rustig plekje opzoeken. Au! Hola! Heb ik je pijn gedaan? Gaat wel. Het is veel te druk hier voor zo'n kleine jongen. Laat me los! Ik breng je alleen maar naar die fontein daar. Kun je rustig op verhaal komen. Heb ik jou al niet eerder gezien? Weet niet. Ja hoor, natuurlijk. Op de weg, vlak bij Bitanië. Je wou je vrienden niet verraaien, weet ik nog. Ik had je meteen moeten herkennen aan die malle kroon, maar ja. Ook zulke gekke dagen. Je bent bang voor me, hè? Nou? Je bent een Romein. En een soldaat. Erger kan het niet. Ik zal je niks doen, hoor. Ik heb mijn buik vol van klappen uitdelen. Lief zou ik helemaal geen soldaat meer zijn. Lief ezeltje heb je. Dieren zijn eigenlijk maar goed af. Wat bedoelt u? Dieren hoeven geen smerige karweitjes op te knappen, zoals wij soldaten. Wat heeft u dan gedaan? Die Jezus die daar nou voor stadhouder Pilatus terecht staat, die hebben we vanmorgen vroeg onder handen moeten nemen. Hebt u hem pijn gedaan? We moesten hem geeselen. Bevel van hoge hand. Ja, je hebt het maar te doen, hè. Daar misselijk van. De jongens waren niet te houden. Alsof geestelen niet erg genoeg is, trokken ze hem ook nog zijn kleren uit, deden hem een of andere rare mantel aan, vlochten een kroon van deuren, ze zetten die op zijn hoofd en gingen hem toen bespotten. Gegroet, koning der Joden. Oh. Kijk. Ik heb zelf ook geen schone handen. Vroeger heb ik best meegedaan aan dat soort ruwe spelletjes, maar... Maar dit keer was het anders. Ik heb nog nooit een man gezien die het zo goed wist te dragen. Andere soldaten zagen het niet, maar ik wel. Die Jezus leek echt op een koning. Hij is de koning van de wereld. Nou ja, dat wil ik nou niet direct zeggen, maar een koninklijk mens is hij zeker. En wat nu? Jullie hoge priester Caiaphas heeft Jezus afgeschoven op Pilatus. Nou, die zit er mooi mee in zijn maag. Wat zeggen de mensen? Kunt u het verstaan? Barabbas! Barabbas? Een misdadiger. We hebben een paar jaar geleden gevangen gezet. Laat Barabbas vrij! Ja, leve Barabbas! De dood aan Jezus! Kruisigt Jezus! Kruisigt hem! Oh, nee. Oh ja. Dat zal er wel van komen. Geef het volk de keuze en het wil bloed zien. Ik ben een Romeins soldaat, kleine koning. En volgens de hoge heren ben ik je vijand. Maar dit... Dat had ik niet gewild. Ik heb medelijden met die Jezus. Hij heeft het niet verdiend. Het spijt me. Het spijt me dat ik hieraan heb meegewerkt. Wat is er? Wat gebeurt er? Daar komen ze aan! De moordenaars! Ja.
ze met je doen? Dorst, wij hebben dorst. Kijk eens aan, zijn we niet aardig voor die boeven? Ze mogen drinken tot ze niet meer kunnen, uit de kroon van een koning. Ben jij soms ook de koning van de Joden? Had ik je maar te pakken genomen, snotneus, toen het nog kon. Dan had ik hier nu niet gelopen. Dan was ik rijk geweest. Dank je wel, kleine vriend van me. O, Gilead, je gaat sterven. Als je een mens doodt met het woord of met de daad, moet je ervoor boeten. Dat is recht. Maar wat er met Jezus gebeurt... Doorlopen! Ik heb hem gezien, Isar. En ik zag aan zijn ogen dat hij het me al vergeven heeft. Ik ben niet bang meer. Uit de weg, iedereen! Jij ook, snotaap met je kroon! Uit de weg! Kom straks maar kijken op Golgotha! Daar gaan ze. Nou is alles voorbij, Asinus. Asinus? Asinus! Waar is hij nou? Hij zal toch niet per ongeluk meegelopen zijn? Asinus! Als ik jou ook nog was kwijtgeraakt. Laten we hier maar weggaan. Alles is voorbij. En ik wil Jeruzalem nooit meer zien. Kom. Dan gaan we naar de Hof van Olijf. Hoe lang heb ik geslapen? Heel lang, Isa. Ik heb ervoor gezorgd dat je niet wakker gemaakt zou worden. Had me maar altijd laten slapen. Isa. Ik hoef niet meer te reizen. Jezus is dood. Kom met me mee. Ik zou terug kunnen gaan naar Magoria, maar ik heb geen zin. Ik heb nergens meer zin in. Er gaat nog iets belangrijks gebeuren, Isa. Het allerbelangrijkste. Dat wil ik je laten zien. Kom mee. Wat dan? Ik zal je naar het graf van Jezus brengen. Nee. Ik ben bang voor graven. Daar word ik nog verdrietiger van. Hier zul je niet verdrietig van worden. Integendeel. Asinus vindt dat we mee moeten. Nou... Sta op, Isar. Thank you.
Welkom bij Dinges, de eerste van dit seizoen. En we gaan er 14 maken. U weet het, hè? Kinderen omschrijven woorden. En onze panelleden gaan proberen te raden wat ze bedoelen. We hebben dit seizoen 2 vaste panelleden en 2 gastpanelleden. De 2 vaste, daar moeten we nog eenmaal 14 weken mee doen, maar ze zijn hartstikke leuk. Wil ik graag aan u introduceren. Daar zitten ze, Loes Haasdijk en Edwin Rutte. Vanavond heeft de NCRV nog 7 programma's en die hebben we even voor u in kaart gebracht. In het Drempelswegjournaal houdt Dick Paschier u weer op de hoogte van de gelijknamige actie. Daarna presenteert Frank Marsmeijer Dinges en naast hem ziet u, en u zag het al, Loes Haasdijk en Edwin Rutten als panelleden. Vervolgens een 3-tal vertrouwde NCRV-series, te weten The Cosby Show, A Different World en Jessica Fletcher komt om 9:50 in actie in Murder, She Wrote. Daarna onze actualiteitenrubriek Hier en Nu en tot slot van de avond rondom 10. Henk Mouchel praat met gasten over de volmaakte mens.